rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. The best thing. Ja, en ik ga van mijn hoofd tot en met. Willen jullie niet weten? Nee, en dat komt door één persoon. Nee, ik noem dan geen namen. Maar het komt wel door eentje die hier dichtbij woont. En die ik al langer dan ongeveer 6 jaar ken. Ja, ik moet ook nog naar de zomer. Ja, en daar ga ik even dit keer niet filmen. Daar moet ik mijn hoofd erbij hebben. Nu niet, want ik heb hier nou 1, 2, 3 niet zoveel nodig. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag en ik zit te wachten op Erwin. Ook ben ik druk bezig in de keuken. Dus ja, ik zit te wachten op Erwin. Dus het is dinsdag en ik zie het amper vanwege het zonnetje. De 26e van de 9e 2023 en we leven om 12:57. Dus ja, ik ben in de keuken bezig zoals ik al zei. En ja, Sky die is met Chelsea in de trein gestapt, want hij moest naar therapie en hij kon de hond meenemen. Nou ja, helemaal geweldig. Voor hun beiden, ook een goede leerproces voor hun beiden om met de trein te gaan. Want dat is geloof ik Chelsea nog nooit geweest, dus dat komt wel goed. Ik heb dit nog te doen, de vaatwasser die draait al. Ik heb al een kopje voor Erwin daar staan, dat is mijn kopje, dus nog afwassen. En dan gaan we eventjes gewoon doen. Ja, moet wel gedaan worden, toch? Ja, echt waar, moet gedaan worden. Ja, moet weer even een klein beetje omhoog. Niet te veel. Zo. En die mag niet in de vaatwasser, die mag niet in de vaatwasser. Nou ja, en Chelsea de bak kon er niet meer in. Nou ja, maakt niet uit. En die kon er ook niet meer in. En dan gaat mijn loodje te piepen. Het is 1:00. Zo. En dan wordt dat nog heet. En dan hoeft het ook niet zo hard. Oh man. Ja, en ik heb bijna mijn hoofd tot en met. Willen jullie niet weten? Nee, en dat komt door één persoon. Ja, ik noem dan geen namen, maar het komt wel door eentje die hier dichtbij woont en die ik al langer dan ongeveer 6 jaar ken. En ja, schande. Steeds maar iedere keer de schuldige vinger naar Sky toe te wijzen. Nou, op een gegeven moment was het, ja, ik ben ook wel schuldig. Nou ja, dat had ik al veel eerder willen horen. Ja, maar nou kwam het een klein beetje eruit, maar verder, ja, ze blijft maar richting Sky en de hond. Nee, niks niet. Ja, die hond die had wel gescheten in de huis en gepiest in de huis. Ja, en? Ruim je toch op? Dat beest is ook in de stress. Wat denk je? Het is een jong beestje. Sky heeft hem gered van de dood. Bij buitenlandse mensen vandaan. Dat beestje dat had ik weet niet hoeveel breuken. Het heeft hem een vermogen gekost om dat te bekostigen bij de dierenarts. 1500 euro zoiets. Ja? Nou, het beestje moet leren. 15 maanden, wat wil je nou? Ja, het beestje moet zoveel leren. Ook Sky moet veel leren, maar dat beestje nog meer. Ik vind het treurig. Ja, en dan haal je zo'n beetje door de stront heen. Ja, jij doet het, maar een ander moet hem dan douchen. Nee, dan moet je hem zelf ook douchen. Zo simpel is dat. Ja, hij heeft hier ook, ze heeft hier ook in mijn huis al gescheten. Nou, en? Het was water gelijk, weet je. Ga je beestjes er niet doorheen halen. Want als het water is, dat het dun is, dan is het beestje ziek, dan is het aan de diarree. Dus wat hebben we gedaan? En Norit gegeven. Norit baat het niet. Schade doet het ook niet.
Juist. Dat is het streefwoord met Norit. Dat, ik vind het bizar hoor. De Sky liep hier gewoon te huilen, dat arme kind. Ja, ik vind het zo erg. Je gaat zo niet met elkaar om. Kom op. Ik bedoel, degene waar ik het nou over heb, en als deze, als die deze vlog hoort, nou, je moet je schamen, joh. Ja, je gaat niet zo met mensen en met dieren om. Nee, echt niet. En dan geef je ook Sky nog de schuld dat die ook dingen misdaan heeft. Ja, dat is die vooruitgekomen. Is die vooruitgekomen? Heeft hij mij al eerder gezegd dan dat jij het gezegd hebt ook, hoor? Jij hebt het nou zo vaak al gezegd, dat wist ik al. Ja, maar het gaat nou de goede kant op. En dat is mijn kopje, die staat daaronder. Nou, maar in ieder geval, ja, ik vind het gewoon bizar hoe die met mensen omgaat. En ik had hem op mijn WhatsApp had ik hem geblokt om een beetje rust voor mezelf te creëren. Maar wat doet meneer? Meneer laat mij sms'jes sturen. Zodat ik vannacht niet kon slapen. Doe normaal. Gebruik je verstand, man. Ja, je gaat niet dat midden in de nacht doen. Idioot. En je weet wat voor dag ik gisteren heb gehad. Ja, want je had ook op Facebook gereageerd. Dat vond ik weer top van je. En achteraf ga je dit weer doen, even een trap in mijn rug nageven. Ja, en ik kies nu helemaal voor Sky, nou dat je zo hebt gedaan. Jij hebt me gedwongen om te kiezen. Dit had je nooit niet moeten doen. Het is een achtelijk gedrag van jou. Maar ja, we praten er verder niet meer over. Ik trek mijn handen bij jou vandaan, maar ik help Sky. Zo simpel als een bruine boon. Ja, maar hoef ik nou niet meer lang over na te denken. Ik vond het eerst zo erg. Van verdorie, ja, wat moet ik nou? He, je zet eerst de een op straat en een dag later zet je de ander op straat. Doe normaal, achterlijk figuur. Gebruik je verstand. Maar dat kan je niet. Nee. Maar ja, in ieder geval, ik zit nog steeds te wachten ook op mijn lieftallige begeleider, Erwin. Er lopen mensen voor mijn huis langs. Ja, ook dat nog, en die kan daar hangen. En toen begon mijn oor te fluiten. Ja, ik weet ook rechts. Ja, inderdaad, rechter hoe slechter. Oh, dan weet ik al waar het vandaan komt. Bij jou. Ja, die meneer die, nou ja, meneer, half, nou ook niet half, nee, het is nog steeds een vrouw, ze wil meneer worden, maar ja, als ze dat wel kan, als ze niet eens niet een relatie kan onderhouden, dan, hè, ja, dan is het nog maar de vraag of ze het andere ook kan. Ze is al getrouwd geweest. Dat is ook kapot gegaan na, ik geloof, 8 jaar. En hoe en wat? Ja, die andere schijnt ook niet zo'n lekkertje geweest te zijn. Maar dan nog. Hoe hou je een relatie heel? Om de schuld naar de ander toe te wijzen. Ja, dan breek je het. Maar neem je ook de schuld op jezelf. Dan kan je het misschien nog een keer lijmen. Maar of dit te lijmen valt, ik weet het niet. Als ik Sky was, zou ik je niet mee eens niet meer terug willen. Maar wat jij geflikt hebt, bizar. Dan moet ik even denken, waar, ja, daar. Nou, dat doen we eens. Ik zet je daar wel even neer. Dan voor omhoog. Ja, dat was allemaal richting één persoon. Die zich, er staat nog wat vuil afwas. 8 juli, potverdikkie. Nou, doen we het ook even met de hand. Ja toch? Maakt mij niks uit hoor. Ja, gaan we gewoon even verder. Ja.
Zo. Voilà. Oh. Oh jeetje. Ja. Het gaat ook allemaal een stuk beter met mij enkel, ja, door dat gedonder. Wie doet dat? Je ligt op bed, je wilt gaan slapen en dan de ene sms'je naar de andere sms'je. Hallo, het zegt niet voor niks dat ik je WhatsApp al blokkeer. Maar ja, ik hoor heel veel, maar ik zie weinig. Heel raar. Heel raar, veel geluiden om me heen. En dat is niet zo fijn. Nee. Dat was een heli die ik hoorde. Maar ja, lieve vrienden, ik hoop gewoon verder dat het een gezegende, fijne, liefdevolle dag verder gaat worden voor iedereen. Zelfs voor diegene die ik nou geblokt heb. Ja, op mijn Facebook moet het nog, maar dat komt nog wel. En anders laat ik het daar nog eventjes open. En dan zien we het wel weer. Ja, helemaal goed. Ja, echt waar. Zo, nou is dat ook afgewassen. Die moet blijven staan voor de plantjes buiten. Die moet uitgespoeld worden, want er zit een gele vlek in. De rest moet ik nog schoonmaken. Het brood dat kan opgeruimd worden, die zakken weg. Nou ja, we gaan eventjes door, want hij is er nog niet, dus het komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, hou gewoon voor goede moed, lieve vrienden. En geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Ik moest dit even van mijn hart kwijt, want ik vind het gewoon schandalig hoe mensen in het algemeen weer met een ander mens om kan gaan. Ja, wat vind, ja, dit is even algemeen, want het is niet enkel bij deze twee zo, het is bij meerdere mensen zo. En dan ook elkaar zelfs doodslaan of doodsteken. Nee, dat weet ik veel. Ik vind, zo ga je niet met mensen om. En daar komt Erwin aan. Dus ja, gelijk een bakje koffie zetten, zou ik zo zeggen. En dan komt alles goed. Zo zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Erwin die is weer weg. Ik ga zometeen eventjes naar het kleine kamertje. Daarna ga ik de meisjes uitlaten. En als ik terugkom, dan neem ik jullie mee en dan gaan we kijken of hier de Big Bazaar open is. Want ik krijg net een bericht, nieuwsbericht binnen op mijn telefoon via Karin. Dat de Big Bazaar toch de deuren gaat sluiten. Ja, de directeur, laat ik het zomaar even benoemen. Ik weet niet hoe die man heet. Maar die is sowieso al niet goed bezig geweest. Ik weet wat hij misdaan heeft. Maar nu kan hij het personeel, dat krijgt dus ontslag. 1600 personen geloof ik. Maar hij kan niet eens maand september uitbetalen. Hoe dan? Ik weet niet. Maar zo ga je niet met mensen om. Zorg ten alle tijden, op wat voor manier dan ook, dat je je personeel kan betalen. Zo simpel. Ja, als je een bedrijf hebt, moet je er ook voor je personeel ervoor zorgen. Vind ik. Maar in ieder geval, we gaan het beleven. We zullen het beleven. Dat kan een van de laatste keren zijn dat we dan binnenrijden als het nog open is. Ik weet het niet. Het kan zomaar geweest zijn. Ja. Dus, maar oké, ik neem jullie dan zo meteen lekker even mee. En ik heb Sky al op de hoogte gebracht. Ik zal even... Rijk haar er een koudstaafje even op rapen. En dan gaan we er lekker even vandoor. Ik zou zeggen, geniet. En tot later. Oh ja, wacht even. Ik kreeg een compliment. Ja, ik kreeg een compliment van Erwin. Dat dit leuk stond. Oh, wauw, wat leuk, zegt hij. Ik zeg, dankjewel. Ja, ik weet niet wat ik heb, maar ik zie allemaal dingetjes vliegen. Huidschilfers, denk ik. Nou ja, maakt niet uit. Ik moet het ook weer wassen. Ja.
moet het helemaal, ik moet me helemaal weer even wassen. Ja. Ja, ik ben wel gewassen, maar heb niet onder de douche geweest. En dat moet je ook doen, hè? Ja. Ik moet nog even onder de douche. Ik heb me wel bij de wastafel gewassen, maar moet ook even onder de douche, ja. Ik was me iedere dag, maar... Ik ga niet iedere dag onder de douche, dat doen we me niet. Hij is nou helemaal vies. Doen we me met een andere doek. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, en toen waren we al in de stad. En dan gaan we eventjes kijken bij Big Bazaar. Ik kom even van een andere kant eraf aan, want ik ben eerst eventjes naar een pinautomaatje geweest. Ja, moet ook gebeuren, hè. Ja, moet allemaal gebeuren. Hé, hey, ja, je hartje. Zo lelijk dicht. Ja, ik vind het zo erg dat die winkel ermee moet ophouden. Zo erg, zo erg. Ja, helaas, het is niet anders. Kun je het potje even voor me open gaan doen? Gecondoleerd. Diep en diep triest. Dankjewel, man. Ja, er ligt natuurlijk nog van alles. En nog wat. Ik moet nou natuurlijk wel even om de medeklanten denken. Dat is ook logisch, hè, dacht ik zo. Ja, het is zo bizar. Even kijken nog voor Halloween, of er nog leuke oorbellen zijn of wat dan ook. Wel kerst, maar ik heb kerstoorbellen, dus wat moet ik er nou weer mee? Ik vind die veren ook wel leuk, maar ik heb veren. En dat is, ja, vind ik dat geel een beetje te fel. Ja. Vreselijk triest. Ja. Maar we gaan eventjes door. Ik heb hem nog op hard staan. Even wat zachter zetten. Ja. Oepsie, oepsie, oepsie. Ik zie nog. Ja. Wat is dat? Dat is de Queen of weet ik veel wat. En dit? Dat. Nee, nee, ik ook niet. Maar dat is. Dat is de Cold, weet ik veel. Dat is de Queen, die raakt ook natuurlijk op nu, hè. Ja. Ik zie daar nog wel een andere doosje, die is ook lekker. Ik moet mijn tas even pakken. Kijken of dat allemaal willen. Met één hand. Ja, de tas heb ik al, dan moet die nog open met één hand. En als ik er nou een doosje in doe, dan zakt dat hopelijk gelijk verder. Ja, dat is één. Sorry, lieve vrienden, als jullie eventjes wat anders zagen, neem ik daar ook een doosje van. Dat is wat vast. Geplakt. Hoi. Ja, ik mis dat doosje. En dat mis ik. Oh, ik neem er daar ook eentje van. Make-up tasje. Grappig. Maar dat hoef ik weer niet. Nee, dat hoeven we niet te hebben. Ja, en dan moet je ook weer zoeken. Waar haal je je make-up de volgende keer vandaan? Ook dat nog. Ja,
Die ronde doosjes, die zijn hier nou ook zo te zien op. Ik zie niks hangen. Niks leggen. Een paar ronde doosjes. Ja, dat wordt wat. Ja, dit, oh ja, ja, ja. Ja, het is wat dat hij gaat sluiten heeft. Kerstspulletjes, daar ben ik altijd gek op. Ja, dat klozetpapier is ook al. Anders haalde ik hier altijd klozetpapier. Moet nou een deurtje verder aan de overkant. Nou ja, dan moet ik maar weer afzakken naar de andere kant van Den Helder. En dat is de Action. Ja, bochie om. Nou, kaarsjes, andere attributen, en daar hou ik niet van. Dat vinden we wel leuk, hè? Ja. Wat is dit? Oh. Decoratie grasmatje. Oh ja, wat moet je ermee? Ik zou niet weten hoe wat waar. Kussentjes. De sloffies. Nou, moet je nog warme voetjes hebben, moet je hier wezen. Moet je snel zijn, want hij gaat sluiten. Helaas, pindakaas. Ja. Ja, het is wat. Nou, het maakt niet uit hoor, ik ben toch aan het vloggen. Ik kan het mensen wat zien. Toch? Ja, wat is dat? Balkon terrastafel, ach zo. Nou, dat hoef ik allemaal niet te hebben. Dat hoef ik ook niet te hebben. Dan moet ik weer een bochtje maken. Gaan we hier weer in, als dat lukken wil. Knutselspulletjes, speelgoed, etc. Oh, moeder Maria, wat is dat? Weet ik niet. Microvezeldoekstickers. Oh, met een sticker. Nou, met een sticker. Zeker niks. Toch? Heet, wat is dit? Geen Engels, het heeft er niet of oh, een USB-snoer. Een USB-snoertje. En dan ga je aan mijn gezin heen. Ja. Ik snap niet. Ik snap het niet. Ja, want hij is ook de grootste boos. Wat is dit dan? Een Amerikaanse stekker. Rijstekkerset.
Dat is wel handig, hè, als je, als je dus inderdaad naar het buitenland toe gaat. Maar ja, ik niet. Ik blijf gewoon in Nederland. Ja, ik hoef niet zo ver weg. Dat is voor mij niet nodig. Echt niet nodig. Een campinglamp met ventilator. Nou ja. Allemaal speelgoed. Ja, jij wilde wel op. Nee, ik wilde niet op. Nee? De vorige keer was je er wel op, toch? Nee, dat was ik niet. Dat was Sayen. Oh. Ja, je weet het niet, schat. Maar ja, ik heb verdriet. En dat laat ik zien. We hebben allemaal verdriet. Waarom wil jullie dat dan niet laten zien? Nee. Nee, ik hoop wel dat ik jullie in de toekomst ergens, weet ik graag wat vind. Ja, geruchten gaan dat Libra wel een doorstart wil maken met dit. Dat hoop ik en dat we dan allemaal mogen blijven. Oh, ik hoop maar dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. Weet je, wij weten ook niet veel meer dan controle. Nee. Maar ja, ze horen het nou wel. Nee, echt waar. Ik heb het liever niet op dat stuk van jullie. Ah, oké. Nou, nee, want ik hoor. Dat vind ik dan wel even. Heel graag. Maar dat zijn geruchten, weet je, wij weten gewoon niet. Ja, en dan gaan we weer even verder waar we gebleven waren. Eten. Ja, allemaal klein spul, allemaal voor kleine diertjes. Zelfs voor de katten. En jeetje, dat is klein. Dat is ook voor de katten. Oh, ik straf mezelf zo wat. Mensen, even mijn jas verder open. Voor de poesbeestjes. Ja, ik moet ook nog naar de... zomer. Ja. En daar ga ik even dit keer niet filmen. Dan moet ik mijn hoofd erbij hebben. Nu niet, want ik heb hier nou 1, 2, 3 niet zoveel nodig. Dan moet ik wel even die kant op filmen. Kan ik hier door met het tafeltje? Nee, ik kan er niet door met het tafeltje. Het tafeltje staat me daar in de weg weg, omdat die hier ook nog staat. Ja, ik wil u ook niet filmen namelijk. Ik moet op de klanten letten, hè. Ja, met één hand sturen, dat gaat nogal moeilijk hoor. Het is maar even dat jullie het weten. Dat gaat echt moeilijk. Vooral als je die zulke krappe bochten om moet. Zien jullie mij al zo'n helm dragen terwijl ik op de booster zit? Nou, nu niet, dan niet, nooit niet. Ja, dit is dan een kinderhelm, maar dat doet er even niet toe. Gewoon met een helm. Nee, ik niet. Ik begin daar niet aan. Ook al zouden ze het gaan verplichten. Dan verplicht ik hun een helm in de auto aan op te doen. Ja, toch? Ja. Oké. Ja. Nou ja, in ieder geval. Laten we het hopen. De kleuters zijn wel mooi, maar ik krijg die bakken nooit never dicht. Ik krijg het niet voor elkaar. Dat gaat het dus niet worden. Hier, deze bocht is al makkelijk. Dan ging ik buitenom. Ja, dat gaat allemaal netjes dan zo, hè. Wat is dat? Een tafellaken. Daar heb ik niks aan. Ik heb niks aan tafellakens. Ik probeer goede, zware douchegordijnen te vinden. Maar ja, vind dat maar, hè. Ja.
En als je dat dan net niet kan vinden, kijk, die zijn nou 2 euro. Ik heb genoeg handschoenen. Ik had zoveel. Ik heb die gekke witte nog. Nou, er is op zich nog wel genoeg ook hoor. Maar ja. Wat moet je nou met zo'n klein frituurnetje, hè? Er kunnen een paar dingetjes in. Dan ga je niet frituren, dan ga je gewoon bakken. Ja. Buiten spiegelmoes. Wel. Nou, maar hij moet niet zo, hij moet met blauw naar boven en niet met rood. Nee, nee. Het is blauw wit rood. Nederland in nood. Wat is dat? Dat zie ik zo niet eens. Ah, ik zie het al. Ja, ik zag het even niet. Wat is dit? Ook al van die snijplankjes. Wat zijn die dun? Flinterdun? Die zijn flinterdun, die. Die van mij zijn nog dikkerder dan deze. Die snij je zo wat door met je mes. En dan moet je rechtsom. Nou, we zien nog wel een sportbankje zo. Ja, sporten. Wat weet ik ervan? Ja, ik zie wel trainingsbank. Zeg ik toch? Ja. Dan gaan mijn bonbons er nog. Neem ik lekker rugzakken bonbons mee. Ja, kijk dan. Eentje is genoeg, niet meer. Denk maar weer dikmakers. Ja toch? Ja. Ik moet geen sardientjes. Wat is dit nou weer? Hummus, klassiek. Ik weet niet wat dat is hoor. Wat is dat? Wat doe je ermee? Wat kan je ermee? Ja, houdt op zijn kop ook nog. En dan moet je het ook nog kunnen lezen. Nou, ik weet het niet. En het zal mij ook nog potten allemaal. Ik zou het echt niet weten. Het is denk ik voor Chinees eten of zoiets. Kijk, ook eens melk. Ja. Broodjes, sultana, wat is dit, dakaya, wat is dat, drinken, of weet ik, ik zou het niet weten hoor. Het zijn trouwens al leuke potjes, maar daar had die naam eraf gemoeten. Ze hebben niet eens een flesje drank meer. Nee, helemaal niks. Geen alcoholische drank. Ik heb opgedronken. Wat voor dikkie. Ja, zou ik ook gedaan hebben, schat. Nou, sterretjes heb ik nog voor oud en nieuw. Ja. En die batterij die moet bij Action halen. Dat komt ook nog wel. Die hebben ze hier niet. Ja, hebben ze hier wel, maar een ander merk. En dat is mijn te doen. Dus ja. Ik ga jullie weer sluiten, lieve vrienden. Dus tot later. Ja, lieve vrienden. We zijn weer thuis. Ja, jullie zien dat wel. Ik heb voor Schraai heb ik een cadeautje gekocht. Die heeft hij al ontvangen. En waar ben je dan blij mee of niet? Ja, ik ben daar zeker blij mee. En wat heb je gehad? Ik heb sokken gehad. Sokken? Ik had geen sokken van het huis meer gekregen. Nou ja. Dus ik heb sokken. Nou, even voorlopig genoeg. Zeker waar.
Ja, en je hoeft niet eens niet iedere dag, of je moet vieze zweetvoeten hebben, maar nee. Dus als je geen zweetvoeten hebt, kun je bij wijze van spreken 2 tot 3 dagen met een paar sokken. Ja, klopt. Dat doe ik zelf ook. Ik heb trouwens helemaal geen zweetvoeten, dus ja. Nou, nu wel, nu ik zoveel loop hoor. Ja. Maar ik ben niet blij mee. Mooi, toppie. En het is je maat. Hoe laat ga je? Ja, daar zijn we weer. Ja, jullie horen al te roepen, terwijl ze de mond moeten houden, terwijl ze weten dat ik jullie erbij heb. Maar ze is er. Ja. Goedenavond. Is het al zo laat? Ja. Bliksem, ja. Het gaat echt snel. Ja. Je hebt trouwens weer een leuk dingetje aan, een truitje. Wat is het? Ja, dank je. Truitje. Truitje. Ja. Leuk. Had ik eens graag gekocht. Had je dat leuk, eens... hè? Ja, waar? Bij zo'n rommelzolder. Maar die bestaat niet meer. Het was een hele leuke tweedehands zaak. Nou, staat je goed. Ja, dank je. Ook bij je ogen. Ja, dank je. Ja. Heel mooi. Ja. Ja. Ja, en ik zit nog aan de koffie. Ik moet mijn koffie nog opdrinken. Ja, die heeft hem natuurlijk alweer op. Ja. Het zal niet zo wezen. Het zal Mario niet zijn die het alweer op heeft. Ja. Maar van de snelle. Haar vader was namelijk Smit. Ja, er zit looie pijp van binnen. Nou, hij was al afgekoeld. Ik had die lolly eerst opgegeven. Ik denk, eet eerst mijn lolly op. En ik kan die koffie afkoelen. Nou, en die dame die was zo lief dat Mario kwam. Helemaal niks, geen problemen. Net zoals die. Nou ja, die beginnen te blaffen en te piepen. Vooral die kleine begint te piepen. Van, oh, ben zo blij dat Mario er weer is. Ja. Nou, en die legt zo lief. Zo lief ook. Ze zijn allemaal lief. Ja, ze zijn allemaal heel erg lief. Ja hoor, geen kind aan. Nou, wat wil je nog meer, hè? En dan zeggen ze nog steeds dat het een beetje niet te vertrouwen is. Ja, op het houten. Toch, Mario? Nou, ik heb problemen mee. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Maar oké, ik ga mijn koffie opdrinken. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer tijd om naar bedje toe te gaan. Allang al, want het is alweer veel te laat. Maar ja, dan ben je zo lekker bezig. En je zit lekker alleen met je eigen meisjes. Want Sky is niet hier, nee. Die is toch voor 1 nacht weer naar Patrick toegegaan. Nou ja, ieder zijn hem. En hij heeft... Chelsea mee. Ja, hij is net een gek op Sky, op Patrick, ja. Maar ik zeg ook, je bent geen boemerang of een zak met vuil die je buiten zet, weet je. Je gaat gewoon zo niet met mensen om. Maar ja, als hij zich wilt laten gebruiken daarvoor, moet hij het zelf weten. Maar ik vind het een beetje dom. Maar ja, wie ben ik? Maar in ieder geval, we gaan zo een beetje toe. Ik wens iedereen wel trusten. En natuurlijk ook de jongens even zo goed. Ondanks dat ik wel nog steeds boos ben op Patrick. Want zo ga je gewoon niet met mensen en met dieren om. En dat zal ik hem dan ook wel nogmaals mededelen. Doe je gewoon niet. En mag hij wel bijna tegen de 40 gaan lopen, dan nog. Ik vind het absurd. Maar in ieder geval. Welterusten, lieve vrienden. Slaap lekker. Met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En we weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.